Rinkel en Saar naar de trein. Oh, even uitrusten hoor! hijgt Rinkel. Hij laat zich op een blaadje vallen. Saar gaat naast hem zitten. Ze hebben zojuist een hele tijd tikkertje gespeeld. Ze zijn er moe van geworden. Hun pootjes tintelen helemaal. Saar kijkt er eens goed naar. Haar pootjes zijn heel anders dan die van Rinkel. Ze denkt even na en zegt dan. Hé, hey, Rinkel, verschillende dieren kunnen heel verschillende poten hebben. Grappig, hè? Rinkel kijkt op. Hij kijkt van zijn eigen poten naar de poten van Saar en dan naar de poten van de spin die bij het raam zit. Ja, dat is zo ja. Hij trappelt even met zijn achterste pootjes, waardoor zijn belletje rinkelt. Saar hoort een vliegtuig en kijkt omhoog. Ze gaat verder. En mensen hebben benen. Maar zij hebben nog veel meer dingen bedacht waarmee ze vooruit kunnen komen. Of achteruit! Rinkel loopt achteruit en valt bijna van het blaadje. Saar lacht. Ja, of achteruit natuurlijk. Ze zitten naast elkaar en noemen om de beurt een voertuig dat de mensen bedacht hebben. Een vliegtuig, zegt Saar. Fiets, roept Rinkel. Een auto natuurlijk, bedenkt Saar. Rinkel doet meteen het geluid naar vroom vroom oh en een trein. Zijn ogen beginnen te glimmen. Treinen vind ik zo leuk. Ik heb er ook een boekje over. Er zijn heel veel soorten. Saar knikt. Ja en een boot en een trein rijdt zo mooi over het spoor. Rinkel gaat staan. Tjoek -tjoek 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 -tjoek. Saar kijkt naar hem. Heb je wel eens een trein in het echt gezien? vraagt ze. Rinkel schudt zijn kopje. Nee, dat is te ver weg. Behalve als je een belletje aan je billen hebt misschien. Saar wijst naar het belletje van haar vriendje. Hoe kan ik dat toch steeds vergeten? lacht hij. Ik ben blij dat ik jou heb, Saar. Hij geeft haar een dikke knuffel. Ze pakken elkaars voorpootjes en zingen. Rinkel, Rinkel met me Ze staan op een station. Wow! Rinkel kijkt om zich heen en schuift dicht naar Saar toe. Wat zijn hier veel mensen? Saar vindt het ook een beetje spannend. Straks stapt er iemand op ze. Samen gaan ze voorzichtig onder een bankje zitten. Daar loopt niemand. Ik zie nog geen trein, moppert Rinkel. Ik ook niet, zegt Saar. Maar ik hoor wel iets. En inderdaad, ze horen het geluid van een trein die eraan komt. Het klinkt erg luid, maar Rinkel is zo nieuwsgierig dat hij vergeet hoe spannend hij het vindt. Ik zie hem, ik zie hem! Saar ziet de trein ook. Hij gaat steeds langzamer. Hé, hey, Rinkel! roept ze boven het geluid uit. Het lijkt wel een rups, joh! Rinkel klapt in zijn voorste pootjes. Ja, met een koppie voorop en een lang lijf, net als ik! Hij straalt helemaal. Als de trein stilstaat, lopen Rinkel en Saar voorzichtig naar de deuren. Iemand drukt op een knopje en de deuren gaan open. Rinkel wil meteen tussen alle voeten door naar binnen gaan, maar Saar houdt hem tegen. We kunnen beter eerst iedereen die eruit wil er langs laten. Kijk, dat doen de mensen ook. Rinkel zucht, hij kan bijna niet wachten. Ze staan op de rand van het perron en Rinkel kijkt naar beneden. Wauw, dat is best diep, schrikt hij. En het opstapje is ver, mompelt Saar. Rinkel, volg mij. Ze kruipt op de broekspijp van een kind dat met haar vader staat te wachten tot ze naar binnen kunnen. Rinkel volgt haar, hup, het been op. En hij snapt al gauw waarom. Het been neemt een grote stap vanaf het perron op het trappetje van de trein. Saar had nog kunnen vliegen, maar voor Rinkel was dit veel te hoog geweest. Ze houden zich stevig vast en liften zo mee de trein in. Dan horen ze een fluitje en even later gaan de deuren weer dicht. Dat doet de conducteur, weet Rinkel. Hij heeft zijn boek over treinen al heel vaak gelezen en weet er veel van. Nu kan de trein gaan rijden, zegt hij. En terwijl hij het zegt, voelen ze inderdaad dat ze gaan bewegen. Tjoek tjoek chuk naar het station. Best wel druk. Maar niet alleen de trein beweegt, ook het been waarop Rinkel en Saar zitten stapt vooruit. Het kind en haar vader gaan op een stoel zitten. Er zijn nog net twee plekjes. Zullen we op het raam gaan zitten? fluistert Saar. Dan kunnen we lekker naar buiten kijken. Rinkel knikt en rustig lopen ze naar de schoen, zo op de zijkant van de stoel. En dan omhoog naar het raam. Ze zitten in het hoekje. Wauw! zucht Saar. Wat gaan we snel. Rinkel kijkt ook. Ik word er duizelig van. Het gras en de spoorbielsen flitsen zo vlug voorbij. Hij doet zijn ogen zelfs even dicht. Saar geeft hem een tip. Als je verder wegkijkt, flitst het minder snel. Probeer maar eens. Hé, ja, dat kijkt een stuk fijner. Ze zuchten tegelijkertijd. Oh, wat mooi, hè? Weilanden en huizen en bomen. En net zag ik ook een fabriek volgens mij. Zegt Rinkel. Saar knikt: Ja, en kijk die auto's dan daar in de verte. Ze lijken nog kleiner dan wij. Enthousiast kruipt Rinkel verder het raam op. Saar roept nog: Rinkel, wacht! Maar het is al te laat. Hé, hey, kijk, een rupsje. Wat doet die hier nou? Het meisje pakt Rinkel op en zet hem op haar hand. Gelukkig snapt ze goed dat je met kleine diertjes heel voorzichtig moet zijn. Haar vader kijkt met haar mee. Wat een prachtig diertje heb je daar? En kijk, daar vliegt ook een lieve heersbeestje. En ja hoor, Saar komt meteen haar vriendje achterna gevlogen. Ze landt naast Rinkel op het handje. Rinkel is blij dat hij niet meer alleen is. Het meisje kijkt heel vrolijk. Het zijn vast vriendjes, zegt ze tegen haar vader. Nou en of, fluistert Rinkel tegen Saar, dikke vriendjes. Nu ze weten dat dit kind ze geen kwaad doet, lopen ze even heen en weer op haar hand. Ze weten dat kinderen dat grappig vinden voelen. Minder de trein vaart. De vader van het meisje pakt zijn tas. Zet de beestjes maar op het raam. Dan kunnen ze naar buiten kijken. Wij moeten op het volgende station uitstappen. Het meisje zucht en aait zachtjes met haar vinger over de ruggen van Rinkel en Saar. Doei, doei, goede reis nog! zegt ze, voordat ze de diertjes op het raam laat stappen. De conducteur roept om dat ze bijna bij het volgende station zijn. En het meisje en haar vader lopen alvast naar de deuren. Poeh, wat een geluk dat dit dierenvrienden waren, hè? zegt Rinkel. Echt wel, ik maakte me wel even zorgen om je. Saar geeft Rinkel een knuffel. Terwijl ze knuffelen, beginnen de billen van Rinkel te wiebelen. Deze keer vind ik het niet zo erg om weer naar onze tuin terug te gaan, zegt Rinkel. Ik vind het superleuk hier. Maar we zijn toch wel erg klein in deze grote trein vol mensen. Sarah is het met hem eens. Ze pakken elkaars voorpootjes en zingen Rinkel, rinkel met mijn billen. Weet je waar ik naartoe zou willen, na een leuke dag vandaag wil ik weer naar huis heel graag. En vloep. Ze zijn weer in de tuin bij de Bloempot. Wat een avontuur weer, zeg! Saar gaat zitten. Rinkel? Ze kijkt rond om haar vriendje te zoeken. En daar ziet ze hem, bij een rijtje mieren. Tjoek, 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 tjoek. Ik ben de locomotief en jullie zijn de wagons. Ik lijk ook echt op een trein. Wisten jullie dat? Saar glimlacht. Die lieve Rinkel heeft nog lang geen genoeg van treinen. Maar wel liever hier, veilig in de tuin. Hier komt nog een wagon, roept ze. En ze sluit aan bij de lange trein. Ze spelen nog de hele middag en genieten na van hun avontuur in de trein.